De Suriname Hospitality and Tourism Association, SHATA, is het er niet mee eens dat de vakantieoorden gesloten moeten blijven. De regering heeft onlangs bekendgemaakt dat in verband met de COVID-19-situatie de oorden gesloten moeten blijven. Sylvia Ang, voorzitter van SHATA, zegt dat de oorden een open karakter hebben. Ze zijn buiten de stad in de natuur. Dus voor de SHATA is het onduidelijk waarom deze oorden niet open mogen. We ondersteunen ook het beleid van de overheid, dat het die besmettingen, daar willen we dus eigenlijk voorkomen. Maar er is tot nu toe ook helemaal geen bewijs, er is nooit een analyse gemaakt, dat er ook besmettingen hebben plaatsgevonden in de orden. En daar zitten we eigenlijk mee. Daar zijn we dus heel erg ontevreden mee over de genomen maatregelen, dat wij dus nu nog steeds gesloten moeten blijven. Kunt u misschien aangeven wat voor impact en deze maatregelen hier voor de orde? Laat me zeggen, laten we dan alvast beginnen bij de medio maart, waar iedereen toen eigenlijk gesloten moest blijven. Dat begrijpen we volledig. Dus vanaf medio maart zijn we eigenlijk op en af open gegaan en dicht gebleven. De gevolgen daarvan zijn natuurlijk heel erg groot. De meeste mensen liggen er niet zo wakker van. Maar de spin-off van de toerisme sector is heel erg groot. Je moet denken aan de transportsector, productiesector, de handelssector, noem maar op. En natuurlijk niet te vergeten, een personeel wat verbonden is aan al die orden. Ang had graag gezien dat de regering met de SHATA om de tafel zou zitten om tot een oplossing te komen voor de sector. Ze vindt dat de orden beheerst opengesteld kunnen worden, omdat er daar geen bewezen besmettingen zijn geweest. We begrijpen alle COVID-maatregelen. We willen gewoon een oplossing vinden samen met de regering. Dat wij open kunnen en dat wij gewoon de COVID-maatregelen gewoon strak in de hand houden. Een voorbeeld. Samenscholing niet meer dan 5 personen. Dat kunnen we ook best wel aan. En dat moeten we dus in de maatregelen zodanig schrijven dat er 5 mensen die niet bij elkaar horen, ze moeten niet met elkaar gaan mengen. En daar moet een resort of old management daarop toezien. Maar dus niet zomaar, dus nu de hele tijd gewoon gesloten. En dan, wat moeten we eigenlijk met ons personeel gaan doen? De meeste leden van ons heeft al gesneden in hun personeelsbestand. En wat moeten we dan verder gaan doen? Wij kunnen dus niet verder gaan om steeds ons personeel te blijven betalen. Al is het misschien 60%, 70% van hun oorspronkelijk loon. Maar voor ons, we hebben gewoon nu geen enkele inkomsten meer. Wat wij heel graag zouden willen is natuurlijk gezamenlijk met de overheid naar oplossingen zoeken. Het is overbodig om te zeggen dat geen één van onze sector eigenlijk ondersteuning hebben gekregen van de overheid. We hebben niet erover geklaagd, maar we zijn niet tot het einde zeg maar, erover gaan klagen. Maar wij willen heel graag dat de overheid toch wel naar ons gaat kijken. Dat de ratio waarom wij nog steeds gesloten blijven, dat het gewoon aan ons wordt uitgelegd. Tot zover Sylvia Ang, voorzitter van SHATA. De vakantieoorden zijn er niet blij mee dat ze hun deuren gesloten moeten houden, omdat ze al een hele tijd inkomsten derven met alle gevolgen van dien.